Goedenavond, welkom bij Topnames live vanuit Freedom Lab, zoals elke dinsdagavond. Ik moet mijn vriend en collega Erwin Blom excuseren. Hij heeft een heel goed excuus. Hij zit in Engeland waar zijn dochter vanavond moet optreden bij BBC Radio 6. Een unieke gebeurtenis voor een gemiddelde Nederlandse band die nog geen jaar speelt, waar natuurlijk de vader bij wilde zijn. Dus Erwin, veel plezier daar in Engeland. Ik moet het alleen doen en ik heb gelukkig een hele leuke gast, Kevin Vink, co-founder van YouScout4. Ja, dat klopt. Wat doet YouScout4? YouScout4 is 2,5 jaar geleden begonnen met een simpele app op basis van user-generated content en daar een sportscommunity van te creëren. Een simpele app met user-generated content om daar een sportscommunity van te creëren. Ging heel snel. Ja, dat is even terug. Even terug. Maar goed, waar, er was een gat in de markt. Daar begint het altijd mee. Ja. Ik was trainer bij Sparta. Ik kreeg een filmpje onder mij. En het jongetje was nog niet gescout. Ja. Het was een filmpje van 15 seconden. En toen dacht ik van, nou goed, waar uploaden ouders nu hun content? En dat is of op YouTube of op Facebook. Ben je niet vindbaar voor clubs. Dus toen dacht ik van, nou goed, over na gaan denken. Martijn Brouwens ontmoet, de andere co-founder. Goede gesprekken gevoerd. En toen hebben we gezegd van, oké, we gaan een app bouwen waarin ouders hun content kunnen delen op basis van sport. Met daarachter eigenlijk een backend waarin dus de clubs, de profclubs, kunnen scouten en kunnen zoeken naar die talenten. Daar is het ooit mee begonnen. Ja, dat was het oorspronkelijke idee. Oorspronkelijke idee, ja. Goed, toen hebben we funding gekregen. En toen hebben we met elkaar besproken en goed gedacht van, gaan we die funding stoppen in marketing en in doorontwikkeling? Of gaan we gaan we op zoek naar een technologie die ons dusdanig uniek maakt dat we een langere en grotere voorsprong kunnen creëren op de markt en in de markt? En eigenlijk zijn we die weg zijn we ingegaan. Ja, want wat ben je gaan doen? Wij zijn in de zomer van 2015 zijn we TNO zoekt ondernemer. We hoorden een landingpage van TNO waar eigenlijk technologieën op de plank liggen. En die roepen en gillen om ondernemers. Dus TNO zoekt ondernemer, ja. Dat is een advertentiesite? Dat is een advertentiesite waar eigenlijk technologieën verder ontwikkeld moeten worden. En de ondernemers in de markt worden gezet. En daar was een technologie. En dat was Studio Sport Automated genoemd. En dat komt er eigenlijk op neer dat op basis van algoritmes en bewegingsdetectie en herkenning, zij automatisch sportmomenten konden en kunnen herkennen. En daar dachten wij van oké, dan hebben we de combinatie tussen user-generated content, automatische content. Dat zou een fantastische mix voor ons zijn in sport. Met name de focus op de amateursport. Dus niet waar eigenlijk iedereen zit op de profsport. Ja. Gaan wij juist naar de... Goed, ik probeer dan even na te denken, hoe zou je dat dan kunnen doen met de automatische herkenning vanuit jullie oorspronkelijke doelstelling, de scouting van talent. Hoe kun je dat nou in algoritmes vangen? Ik ken de scoutingwereld niet anders en jij kent hem beter dan ik hoor, want jij komt uit het voetbal, je hebt zelfs een shirt meegenomen. Waarom een Barcelona shirt, waarom? Ja, nou goed, ik ben als kleine jongen ging ik altijd naar Spanje toe, op de camping. En in die periode was het dat Johan Cruijff trainer was van Barcelona en dat Guardiola als een debuut maakte in de tijd met Koeman. En goed, toen was ik al fan van Barcelona, ben ik nog steeds. Ja. Helaas heb ik het nooit zo ver kunnen schoppen. Ja, jij hebt wel echt een voetbalachtergrond, hè? RKC jarenlang gespeeld, Excelsior. Ja, en heet Sparta? Ja, Sparta in de jeugd. En uiteindelijk dadelijk Koevermans voor me. Die was net even iets beter dan ik dat was. Ja. Dus toen ben ik teruggegaan naar mijn oude amateurclub. En vanuit daaruit eigenlijk een stap weer vooruit gemaakt naar RKC Waalwijk. En daar 4 jaar onder contract gestaan en een half jaar bij Excelsior Rotterdam onder contract gestaan. Ja, dus even om aan te geven, dat is een belangrijke achtergrond. Ja. Jij weet waar we het over hebben als we het over de voetbalwereld hebben, veel beter dan ik. Maar toch denk ik dan, je zei net van TNO, technologie, beeldherkenning, algoritmes. Jullie idee om iets met scouting te doen. Ja. Hoe kun je nou talent herkennen? Dat is nou juist iets in de voetbalwereld van dat ongrijpbare jongetje. Klopt. Ja, die anders is dan anderen. Ja, ja goed, dat is een hele mooie. Kijk, ik vind altijd persoonlijk nog wel dat je vanuit video kan je 80% herkennen, maar die 20% moet je altijd nog wel, vind ik eigenlijk, live zien. Maar je kan door middel van een heel profiel op te bouwen van veel content en veel acties en daarin
kom je wel of door de community die daarin kan voten en als een mening kunnen geven met de 17 miljoen bondscoaches die we in het land hebben. Ja. Is het daar misschien een mogelijkheid? Maar ook gewoon de mensen zelf om zoekcriteria te kunnen geven. Oké, zoek je een keeper van 10 jaar in de regio, hier in de buurt, of op club of op elftal. Daarin kan je best wel een gericht zoeken. Ja. Hey, en jullie zijn met die technologie van TNO aan de slag gegaan. Ja. En wat was dat precies voor technologie en wat wil je daar precies mee bereiken? Daar willen we eigenlijk mee. Nou, in eerste instantie is de technologie komt vanuit Defensie. Mm-hmm. En vanuit Defensie hebben we gezien van oké, hoe kunnen we dat brengen naar sport? Nou, dat is eigenlijk door middel van sporthoogtemeten, dat herkennen. Daar een code aangeven en vervolgens is het aan onze taak geweest om vanuit die code een clip te gaan genereren die gepusht gaat worden naar de fans. En wij hebben de mening dat je hebt je user-generated content, maar dat houdt een keer op. Maar door de combinatie te maken met automatische content en gemiddeld gezien wordt bij een wedstrijd zijn er 5 doelpunten. Dus dat betekent 5 pushmomenten naar de fans toe. Dus ook weer meer contactmomenten. Dus je krijgt veel meer content waardoor ook je community veel sneller zal groeien. Want vraag aan een sportliefhebber waar die fan van is, dan zegt hij altijd, hier in de buurt Amsterdam, zal hij zeggen Ajax. Maar waarschijnlijk zal hij ook zeggen AFC. Dus hij heeft zijn plaatselijke amateurclub plus een profclub. En juist de fans zitten ook daar. En daar richten wij ons op. Ja, hebben jullie dan eigenlijk dat oorspronkelijke idee van een platform ten dienste van de scouting losgelaten? Want je vertelt nu eigenlijk een heel ander verhaal. Ja, nee, klopt. Dat ieder sportmoment in feite interessant is om gedeeld te worden met fans en andere mensen die bij zo'n amateurteam betrokken zijn. Ja. Hebben jullie dat helemaal losgelaten? Is het geen scoutingplatform meer? We hebben het niet volkomen losgelaten. Uiteindelijk, als we straks al die content hebben, dan is dat zeker nog een hele mooie propositie. Maar het is niet waar we ons nu voor op richten. We zijn juist van mening dat ook de jongen die minder getalenteerd is, maar wel een fantastisch doelpunt kan scoren, de held van de club kan zijn. En dat hij ook gevolgd zal worden door zijn opa, door zijn oma en door zijn zus enzovoort. Dus we trekken het veel breder. Ja. Ja. Hey, jij komt uit die voetbalwereld. Wij komen elkaar daar ook wel eens tegen, want ik doe ook veel projecten voor allerlei klanten binnen de sportwereld. Ik zie ook heel vaak dat met name de betaald voetbalorganisaties, de clubs, juist dat allemaal heel erg afschermen. Die willen eigenlijk helemaal niet dat hun jeugdelftallen in beeld worden gebracht. Nee. Omdat ze juist willen voorkomen dat ze die jonge spelers op jonge leeftijd al weggekaapt worden door de Chelsea's en de Barcelona's van deze wereld. Is dat niet een lastige bedreiging voor jullie bedrijf? Doordat wij ons meer richten vanuit de amateurspeler naar de profclubs, is dat minder van belang dat wij niet ons systeem neerhangen bij een profclub. Uiteindelijk denk ik dat iedere amateurclub heel trots is dat een van zijn spelers naar een profclub toe gaat. En als een club heel veel geluk heeft, dan is dat op een bepaalde leeftijd, uit mijn hoofd gezien volgens mij vanaf 14 jaar, dat er zelfs vergoedingen komen. Dus als je kijkt naar Dirk Kuyt, heel Quick Boys, die hebben een tribune gebouwd, ziet er fantastisch uit, is door de transfers, mede mogelijk gemaakt door de transfers van Quick Boys. Van Dirk Kuyt. Dus. Ja. En datzelfde geldt voor Jens Toornstra, een speler die enorm laat ontdekt is. Van Alphense Boys, van mij op 18-jarige leeftijd naar Utrecht gegaan en nu bij Feyenoord. Kijk, wat zou er gebeuren als zo'n jongen al op zijn 12e ontdekt is? Zou die dan nu al bij de internationale topspelen, ja of nee? Dat soort interessante stukken willen we daar wel in mee gaan nemen. Ja. Ik zit af en toe op mijn scherm te kijken. Het is niet omdat ik jou niet interessant vind, maar we pakken soms ook wat vragen van Twitter. Johan Schaap die vraagt, hoe word je eigenlijk als voetballer een tech-ondernemer? Ja, dat is een goeie. Ja, daar ben ik nu ook in het leren. En ik heb net al heel veel stappen gehoord van oké, je hebt een uitvinding, een idee. Nou goed, ik denk dat het... Ja, voor wie on-demand kijkt, we hadden hiervoor hadden we Handen Groot. Ja. Van VOC, Capital Partners, een investeerder. En die vertelde dat hij vooral let op al die stappen die een beginnend tech-ondernemer moet doormaken. Doormaken, dus, ja, klopt. Maar hoe heb jij die overstap gemaakt? Ik heb die overstap gemaakt. Ja, eigenlijk denk ik dat het... en dan zit je eigenlijk met name in het derde gedeelte, in managerschap. Is dat je, vind ik, of wat je nou...
binnen een organisatie speelt in de topsport, of dat je nou een bedrijf runt. Je moet mensen om je heen hebben en bouwen die je, denk ik, die je één kunt vertrouwen en twee kwaliteit hebben die je zelf niet hebt. En ik denk dat het tweede punt enorm van belang is. En ik denk dat met Martijn, de andere co-founder, die kwaliteiten heeft die ik niet heb. Ja, hij is techneut, jij bent... Hij heeft meer die kennis en daarin vraag ik hem stukken. Maar ben jij dan? Ben jij dan de verkoper of de uitvinder? Ik denk dat ik de uitvinder doe in examen, heel veel. Maar vanuit de oogpunt sport, daar heb ik mijn invloed. Verkoper, dat moet denk ik goed lukken. En managementschap is denk ik een ontwikkelingsproces waar we beide in zitten en waar we mooie stappen in maken. Ja, jullie hadden vrij snel funding, dat heb je ook nodig. Want ja, de investeringen die jullie doen, met name in die technologie die je vertelde, hè, van TNO, die zullen vast behoorlijk zijn. Ja, klopt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want je hebt eigenlijk nog helemaal geen product. Je hebt, voor zover ik het kan zien, eigenlijk niet zo heel veel. Ze zeggen dat is wie je kent, wie je bent. Dus we hebben in die zin, denk ik, mensen gevonden om ons heen. En dan in eerste instantie vanuit mijn netwerk. Die hebben gezegd van, joh, weet je, de eerste stukje funding. Kev, hier heb je wat speelgeld en... als jullie zelf ook wat investeren, dan gaan wij er ook in mee. Dat hebben we gekregen. En uiteindelijk hebben we ze een half uur voor de deadline met TNO hebben ze moeten overtuigen. Voor stap nou echt in het volgende traject. Want dit kan ons wel echt, echt mooie sprongen laten maken. En daarvan hebben we ze overtuigd. En nu wordt het vanuit alle kanten natuurlijk veel serieuzer en ook vanuit onze kant. Dus, want hoeveel geld heb je er nu in zitten? We hebben er nu bijna 700.000 euro in zitten. Oké. Okay. Ja. En ja. Beschrijf eens, leg eens uit waar jullie nu staan. Hè? We staan nu op het punt dat we facturen kunnen gaan sturen. Dus, naar wie? Met name even naar de clubs. Dus, okay. Want jullie hebben je systemen inmiddels hangen bij een aantal clubs? Ja, we hebben een pilot gedaan van 6 maanden, 6 tot 7 maanden. En wat ik één ding is geleerd heb in technologie is dat je geduld moet hebben. En dat een deadline altijd verschoven kan worden en gaat worden. Dus dat was al sowieso een mooi leerproces. Maar we hebben nu wel de juiste stappen afgelopen maanden gemaakt om waarschijnlijk eind april echt volledig geïntegreerd te gaan met een doelpunt technologie die werkt op minimaal 85% accuraat. Dus dat is heel mooi. Ja, en wat zijn nu de volgende stappen die jullie daarin moeten zetten? Wat zijn de uitdagingen? De uitdaging is één, het is het nog schaalbaarder maken van het product. Dus daarin gaan we mee aan de slag. Met name in de tweede ronde die we qua investering hebben gekregen, hebben we ook een partij, dus deels in cash en deels gewoon in tech investment. En die zitten met name daarin van oké, hoe kunnen we het product nog schaalbaarder gaan maken? Dat is één. En twee is inderdaad, hoe ga je als organisatie groeien? Waar ga je funding aan besteden? Is dat inderdaad de sales? Is dat de marketing? Dat soort zaken, is dat alleen de focus in Nederland? Of gaan we het ook kijken of we het ergens kunnen droppen in Engeland? Dat zijn de want je zegt ook dat het focus, dat is enorm belangrijk. En de voetbalmarkt alleen is al zo enorm, enorm groot. Dat we ons daar wel in eerste instantie onze focus op hebben in Nederland. Ja. Dat betekent ook dat je echt zegt van we moeten het in Nederland op gang krijgen. Eerst zorgen dat we ook geld gaan verdienen. Ja. Voordat we internationaal verder gaan kijken. Ja, maar goed, met die verstand dat we wel vanuit de voetbal heb ik iemand in Toronto zitten. Die heeft ook hier betaald voetbal gespeeld en die is geëmigreerd naar Canada toe. Heeft daar een goede voetbalschool draaiende nu. En die heeft een goed netwerk daar opgebouwd. Die heeft gezegd van, nou, ik wil daar wel door het reseller gaan worden. En we hebben in de UK hebben we James, die was voormalig sportsdirector van Red Bull Racing. En daar zijn we nu al eigenlijk vanaf het begin al mee in gesprek. En die wil heel graag de sportsdirector worden in de UK. Yep. En dat staat ook. Dus wat dat betreft gaan we het wel proberen in 3 landen te gaan starten. Ja. Yep. En nog even een vraag van Twitter van Edgar Muit. Die vraagt, is deze techniek ook toepasbaar in andere sporten? Ja, klopt. We hebben in de roadmap wel staan dat we de technologie naar andere sporten toe gaan brengen.
Want uiteindelijk, we zitten niet op bijvoorbeeld het volgen van de bal. Dat doen we niet. Dus waardoor je eigenlijk, bijvoorbeeld nou sport als hockey. Hè, dat is qua veldbezetting ongeveer hetzelfde als voetbal. En kijk, doordat je niet de bal volgt, is dat probleem al weggehaald. En willen we daar ook wel snel naartoe gaan om dat te gaan testen. Ja. Ja. En nou, dan kies je er toch bewust voor om je te begeven in een domein waar ongelooflijk veel concurrentie is. Want je ziet, ja. Met name in het voetbal is het natuurlijk heel veel geld en wordt de data steeds belangrijker. Je ziet allerlei partijen duiken, zeg maar sinds Moneyball, het boek waarin voor het eerst beschreven werd hoe data statistieken in het Amerikaanse honkbal belangrijk werden. En de spelers veel meer gekozen werden op feiten in plaats van op indrukken. Ja. En daar ook resultaten mee te boeken waren, is er natuurlijk een enorme hoos aan data toepassingen in de sport gekomen. Ja. En nou, in mijn optiek een volgende logische stap is natuurlijk het analyseren van videobeelden en dat geautomatiseerd te doen. Artificial intelligence, al die ontwikkelingen zitten eraan te komen. Je kiest er eigenlijk bewust voor om je in zo'n markt te begeven die ongelooflijk druk is. Ja. Waar heel veel hele grote partijen met hele diepe zakken. Ja. De grote internationale sportmarketingbureaus zijn ermee bezig. De, de traarkaps in Amerika van deze wereld. Ja. Waarom denken jullie dat beter kunnen? Ik denk dat wij gewoon een hele verjongende en frisse nieuwe visie hebben op die markt. Plus dat eigenlijk iedereen de markt aanpakt vanaf de bovenkant. En wij zeggen juist, we gaan juist op de onderkant. En dan dus bedoel je dat mensen zich richten op de topclub? Ja, want iedereen denkt van oké, daar die clubs hebben zeker geld. En aan de onderkant hebben ze geen geld. Nou, eens, dat klopt. En daarom hebben we ook de keuze gemaakt om niet op hardware te gaan zitten, maar op software. Dus dat is al één, dat is een andere visie die we daarin hebben. Want ja, de hardwareontwikkeling gaat zo enorm snel. Dat inderdaad er straks kamers op de markt zijn die gewoon hele goede kwaliteit leveren. Maar gewoon heel goed betaalbaar zijn. Dus eigenlijk denken ja, we hebben die visie om juist de onderkant te gaan pakken. Daar gaan wij op zitten. En daar zit, ja, daar komen ook partijen. Maar goed, die zitten nog wel doordat ze met name op de hardware hebben gezeten. Een hogere kostprijs dan wij dat hebben. Ja, maar je denkt van ach, die grote partijen. Ja, tuurlijk. Nee, ja, goed, het wordt een hele mooie. Ik vind het nogal een dingetje. Ja, ja. Nee, klopt. Je zoekt meestal toch een gat in de markt. Zo begon jij zelf namelijk ook je verhaal. Ik denk van, Ja, klopt. En ik denk nog steeds wel dat die hele grote partijen nog niet altijd even allemaal op de amateurmarkt spitten. Dus die gaan zie je naar niet de juist vaak dat je begint waar het geld zit. Dan democratiseert zo'n technologie. En dan druipt het naar beneden, de brede piramide in. Dan, is dat niet meestal hoe het werkt? Dan is het voor ons een mooie uitdaging om precies andersom te gaan doen. Ja. En dan gaan we halverwege gaan we kijken wie de winnaar is. En wij hebben de visie dat wij die strijd kunnen gaan winnen. Dat is al natuurlijk nooit gevoerd. Maar ik denk wel dat, kijk, ik bedoel, in Nederland te kijken naar de eerste klasse clubs, bijvoorbeeld, en de hoofdklasse clubs. Die hebben wel gewoon, die willen allemaal dat dat ze videocontent krijgen om hun spelers te ontwikkelen. Dus daar willen ze wel iets geld aan uitgeven. En aan de andere kant denk ik ook dat ze gewoon veel meer zichtbaarheid willen gaan hebben. En als je dat in een goed verhaal biedt waarin de clubs mee gaan verdienen aan de technologie die je gaat brengen, dan denk ik dat we een goede kans maken dat we doen. Maar dan is het dus eigenlijk wat je doet is meer een bijna meer een marketingverhaal dan een technologieverhaal. Om een goed marketingverhaal te kunnen voeren, moet je denk ik ook wel een goede basis hebben. Ja. En wat ik ook interessant vind, is dat jullie voor kiezen om met TNO te werken. Ik ken TNO, ik heb vroeger lang in de televisiewereld gewerkt, zoals je misschien weet. En veel met TNO ook gesteggeld. En ik ken ze als een interessante club waar heel veel nieuwe technologie ontwikkeld wordt, maar waar eigenlijk alles wat zij in de aanbieding hebben is echt nog niet in de buurt van een product wat naar de markt kan. Klopt. En dan is het nog het understatement van de dag. Dat heb je goed gezegd. Weet je, ik noem het een proof of concept. Ja. En ik heb lang genoeg met technische teams gewerkt om te weten dat een proof of concept, er moet heel veel tijd en geld in om dat markt klaar te krijgen. Ja. Waarom beginnen jullie aan zo'n
traject? Nou ja, goed, kijk, dat was mij nog niet, omdat ik die markt nog niet zo heel goed kende. Als je misschien de vorige eerste ja, daarom, ja. Nou, hadden ja. We misschien hier een ja. Anderhalf jaar geleden moeten met elkaar moeten zitten. Maar nee, dat is gekkigheid. Nee, kijk, maar je geeft me wel gelijk. Ja, ja. Nou ja, klopt. Nee, ja. Kijk, het gaat niet, het is niet altijd even makkelijk gegaan. Maar uiteindelijk denk ik wel dat TNO in die zin... Nee, het is een hele mooie club. Ja. Weet je, ze doen baanbrekende... research. Maar... Ja, kijk, weet je, ik bedoel, als voetballiefhebber of überhaupt sportbreed, echt als liefhebber, hoe makkelijk is een KPN Go Alert? Ja, je denkt, oké, er is een doelpunt gescoord, we zetten het eventjes neer, we maken er een clipje van en we pushen het weg. Dat klinkt heel simpel, maar het is nog steeds in al die jaren nog steeds niet op de markt gekomen. Dus uiteindelijk heeft het ons heel veel tijd... Dat is helemaal waar, hè? Ik heb nog een tijdje... Toen ik nog verantwoordelijk was voor het digitale platform van Eredivisie Live, hadden wij 7, 8 jaar geleden, hadden wij al de Goal Alert. Voor ja, maar ging het toen volledig automatisch? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Maar dat is het verschil. Ja. Maar goed, het was toen al de theorie van al zou je het kunnen herkennen, dan ga jij toch een standaard zeggen van dan gaan we 20 seconden voor de goal en 10 seconden daarna doen. Want je moet er een algoritme op schrijven. Klopt. En daar waren wij altijd per definitie tegen vanuit... de voetballiefhebber, want het ene doelpunt kun je met 8 seconden voor de goal volstaan en dan zijn die 20 seconden irritant en het andere doelpunt wil je juist de halve minuut ervoor laten zien. Ja, nou goed, maar dat kun je toch helemaal niet automatiseren? Maar dat is ook een plan waar we wel naartoe kunnen gaan werken natuurlijk. Kijk, uiteindelijk is stap 1 is het voor elkaar kunnen krijgen dat het echt zo werkt. En dat heeft TNO bewezen. Dat gaan we nu in de laatste weken zien. Wij gaan het bewijzen, maar dat zij het onderliggende gedeelte eigenlijk gedaan hebben. En dan als dat volledig automatisch kan voor de prijs waar we ons op richten, de amateurmarkt, dan vind ik dat wel een hele knappe prestatie. Ja. Ja. En moet ik dan voor me zien dat straks als zo'n systeem van jullie langs een veld hangt, van een amateurteam, dat de opa van een speler een push-alert kan krijgen met een videootje als zijn klein kind gescoord heeft? Ja. Zoiets? Ja, je moet het eigenlijk zien is dat je, wanneer je de app downloadt, dan kan je, die overigens gratis is voor de gebruiker, kan je aangeven welke clubs je wilt volgen. Alles staat erin, en met logo's en al. En vanuit daaruit krijg je op zaterdag een push-notificatie, er worden 3 wedstrijden gespeeld. Ja. Welke zou je willen volgen? Dan heb je de keuze van, oké, we kunnen met de automatische cameraman, kan je livestream gewoon heel de wedstrijd kijken. Of je kan zeggen, ik wil ook boodschappen doen met mijn vrouw. Ik wil alleen de doelpunten zien. Dan krijg je inderdaad een push-notificatie met het doelpunt. Ongeveer een minuut na het doelpunt krijg je een push. En dan zie je inderdaad een clipje van 45 seconden waarin een doelpunt zichtbaar is. Ja, ik moet trouwens even een disclaimer doen. Want ik ben bij een aantal dingen betrokken die weer erg raken aan waar jullie mee bezig zijn bij het Nederlandse voetbal. Dus wij komen elkaar daar ook wel eens tegen. Dus ik stel je een aantal vragen waar ik natuurlijk het antwoord al lang op weet. Ja. Maar dit is ook weer zo'n vraag. Wie zijn eigenlijk jullie concurrenten in Nederland? Concurrenten? Dat zijn er een aantal. Je hebt Incatech. Dat is een partij die heeft een high-speed camera ontwikkeld. En die zich... Komt uit Eindhoven. Uit Eindhoven partij. Ja. En die hebben zich in eerste instantie maar gefocust op de hockey. We zijn daar aan het piloten. En zullen dat ook gaan testen in voetbal. Dan hebben we voor mij de Pixelot camera's, een Israëlische partij. Die hebben een 8K camera. Ja. En dan hebben we nog Audemedia TV. Dat is een partij uit Spanje. En die zitten eigenlijk alle drie, met name volgens mij zoals ik het nu inzicht had, met name op de automatische cameraman en een goed streaming kunnen brengen naar de consument. Volgens mij is Incatech een partij die zegt een automatisch doelpunt te herkennen te hebben. Dat weet ik niet. We zullen ze binnenkort eens uitnodigen. Dan kan je het vragen. Maar in ieder geval, vanuit daaruit denk ik dat wij nog steeds, als we het over 2-3 weken bewijzen, nog steeds de eerste zijn die het hebben. Edgar Muit meldt zich weer op Twitter. Die is helemaal met mij eens. Die zegt die goal alerts niet automatisch. Hij was projectmanager voor mij toen we voor Eredivisie Live hebben gebouwd. Hij zegt ook, wij hadden ze wel. Niet automatisch, maar moet je ook helemaal niet willen. Waarvan akte. Dan nog een vraag van Johan Schaap. Is het leven van een tech-ondernemer eigenlijk leuk of blijft sport toch het allerleukste? Ja, ik ben heel erg happy met de combi. Ik bedoel, ik doe meerdere gesprekken met de clubs.
Ja. Daar voel ik me ook heel erg thuis. Je kent dat wereldje heel goed. Ja, maar ik kan denk ik zelf heel goed praten met de hoofdopleidingen van Feyenoord. Maar ik kan net zo goed met een vrijwilliger die op zaterdagochtend alle vlaggen bij de corner een vlag neerzet. Daar kan ik gewoon hele goede gesprekken mee voeren. En ik denk dat die combinatie met het management van het technisch team prima kan gaan samen. Ja. Dan nog een vraag hier op Twitter. Was jij vroeger ook al geïnteresseerd in technologie of kwam het gewoon meer toevallig op je pad? Want ik heb eerlijk gezegd die combinatie ook niet vaak gezien hoor. Van een, ik zou zeggen, ik heb nog nooit een voetballer met ambitie om bij Barcelona te spelen. Nee, helemaal niet. Ik denk dat mijn eerste en mijn laatste computerspelletje is Tetris geweest. Dus ik ben helemaal niet van het... eigenlijk helemaal niet. Dus daarom is de leercurve die ik heb gemaakt op dat gebied enorm. Maar goed, daarom is het ook des te belangrijker dat er binnen je team wel heel veel kennis aan die kant is. Ja, is het echt een leuk wereldje? Technologiewereld? Ik vraag het me wel eens af. Ik vind het soms wat moeilijker communiceren. Dat is in welk opzicht? In openheid. Maar ook in levelen van ze zitten vaak heel gericht, specifiek op een punt waar daar kan ik niet komen. En zij kunnen vaak niet naar beneden. Dus daar is de balans voor vinden van een goed gesprek kunnen voeren. Ja, vind ik zelf nog eens lastig. Waar dat in de voetballerij, waar ik wel op alle niveaus goed kan meegaan, is dat wel lastiger. Ja. Maar goed, het is ongetwijfeld ook een belangrijk voordeel dat je uit de voetbal komt. Ja, klopt. Ja. Hey, nogmaals de disclaimer. Ik weet dat voor jullie de komende weken met je TNO-technologie dat het belangrijke weken worden. Ja. Het moet eindelijk duidelijk worden of het allemaal werkt zoals het zou moeten werken. Ja. Ik wens je daar heel veel succes bij. Dankjewel. En kom over een jaar nog eens terug om te vertellen waar jullie staan. Hartstikke bedankt voor je komst. Okay. Dankjewel. Dat was dan weer deze aflevering van Topnemers deze keer over geautomatiseerde registraties van voetbalwedstrijden. We moeten ook binnenkort maar even de concurrenten van jullie uitnodigen om hun verhaal hier te kunnen komen vertellen. Want er zijn nog meer partijen in Nederland die dit claimen te kunnen. Wij bedanken zoals elke uitzending onze sponsoren en dat is om te beginnen Bier & Co. die ons altijd biertjes levert die ik normaal eigenlijk niet zo heel erg drink. En ik mag ook altijd zeggen als ik ze niet lekker vind, maar eigenlijk deze, de mannenliefde, vind ik best lekker. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind hem ook heel erg lekker. Ja. Oké, nou top. Freedom Lab ontvangt ons hier altijd zeer gastvrij, waar vandaan we dus uitzenden. 2ML verzorgt de hosting van onze website fastmovingtargets.nl. En Streamzilla is onze partner als het gaat om livestreaming, waardoor jullie thuis kunnen kijken. Volgende week zijn we er weer op dinsdag en kijk je niet live, dan hebben wij in ons archief nog ongeveer 642 uitzendingen, afleveringen van dit programma die je allemaal terug kunt kijken. Dank voor het kijken en tot volgende week. Dag.